En morgen gaan we een ijsbad nemen en hebben we verjaardag. En zondag gaan we gezellig naar Tilburg. Druk weekend dus. Dus dat is altijd toch wel weer een spannend momentje. Ik weet over het algemeen wel wat ik doe. Nou, daar zitten we dan in onze winterjas. Terwijl we dadelijk in het bad met ijsblokjes gaan stappen. Ja, maar het is heel warm. Dus koud is een emotie en dat kun je uitschakelen. Ja, daar kun je op gaan staan en daar kun je op zitten. Ja, ik had ook zoiets. Ik had het niet als eerste moeten voelen, want dan laat het maar op je afkomen. Zonder al die lege woorden. Ja. We hebben hier een verrassing voor mama. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben alleen thuis. Ik heb nachtdienst gehad. Ik ben een beetje gaar. Maar ik wilde jullie even laten zien dat ik heel ver ben met de ombouw. Ik heb namelijk alles geschilderd. Ik moet nog een klein randje opnieuw schilderen, want die is waarschijnlijk ben ik te vroeg gaan schilderen dat de andere kant nog nat was. Dat was een andere kleur, dus dat is een beetje niet zo mooi geworden. Maar ik heb het plafonnetje behangen. Superleuk. Echt heel blij mee. Ik heb hier en daar, want in het begin met die kalkverf wist ik nog niet hoe en wat, maar daar zitten ze dat pigment in. En dat heb ik een beetje uitgewerkt. Dus ik heb hier en daar wat streepjes bijgezet. En ik moet zeggen, ik vind het echt super tof. Daarboven. Zo. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Maar, als klap op de voerpaal. Voerpaal. Voer. Ja, deze moet ik dus even opnieuw doen. Dit plafondetje gaan we dus nog behangen. Maar dit was een onwijs leuk idee van René. Ook behangen. Dan kan daaronder nog heel veel ruimte. Dus we hebben echt superveel. Even wachten. Iets beter belichting. We hebben onwijs veel ruimte hier. Daarboven, daaronder. Wat wil ik vertellen? Oh ja, hier. Dus dit. Gaan we dus een rekje hangen. En daar kan dan een keukenrol, aluminiumfolie, afdekfolie, dat soort dingen kan eraan. En daaronder wil ik een soort rekje, zodat we daar nog wat keukengerei aan kunnen hangen. Daaronder komt een soort van rekje waar we dus alle aardappelen en uitjes en dat soort dingen in kunnen bewaren. En daarboven waarschijnlijk een keukenmachine of de airfryer, dat soort gein. Nou, ik zelf, maar René die komt zo meteen thuis en dan moet ik het nog even overleggen. Het idee om de planken te maken van stijgerplanken, die kun je dan blind ophangen. En dan kun je dus daar zo, en daar komt de magnetron. Dan kan ik op internet opzoeken. Ik hieronder op de knop zoeken. Ik weet niet of je op internet wil opzoeken, maar ik ben gewoon tegen de camera aan het lullen en niet tegen jou. Dus hey Google, bemoei je er niet mee. Kan je dan dus twee planken of drie planken eventueel achter elkaar zetten. Zodat je gewoon een wat diepere schap creëert. Dus dat. Dus, oh ja, en nu ga ik dus, want ik heb die spotjes al, daar twee spotjes plaatsen. En ik weet alleen even niet meer hoe ik die stroom heb aangelegd. En niet dat er, ik weet wel waar de stroom uitkomt en zo. Maar ik weet dat daarin namelijk, zeg maar, de spotjes op de motion sensor zit. En dat heb ik hier niet gedaan, want anders is het natuurlijk heel raar. Maar we hebben daar dus geen knop voor. Dus volgens mij heb ik bedacht, hij zit standaard aan het stroom. En om ze uit te zetten, gaan we gebruik maken van smartlampen. Maar met die Kalex ben ik niet helemaal tevreden. Dus eventjes kijken hoe we dat nou precies gaan doen. Oh ja, en wat ik natuurlijk ook nog moet doen is, want in het plafond hebben we die afzuigsysteem. En die moet ik op maat gaan knippen. En die moet ik dus ook inknippen, zodat ik hem wat kleiner kan maken. En dan past die mooi in de ceiling. Oh, what a feeling. Ja, dus dat.
En morgen gaan we een ijsbad nemen en hebben we verjaardag. En zondag gaan we gezellig naar Tilburg. Druk weekend dus. Nou, heb ik dus hier een onwijs leuk nieuw gereedschapje van Top Gear. Nee, het is niet betaald. Promotie. En het is niet het tv-programma Top Gear. Maar het zijn dus van die rondjes. Waarmee je gaten kunt maken. En dan hebben we hier dus de spotjes. 7,8. Dus deze is te groot. Dan pakken we een maatje kleiner. En die is dan weer te klein volgens mij. Oh nee, deze zou ik moeten... Nee, dat is te klein inderdaad. 7,6. En dat is 7,8. Als die maar niet groter is dan de spot zelf. Dan wordt die te groot. Even kijken. Ja, dat gaat net aan. Ik had toch liever die maat kleiner gehad. Maar ik gok dat dat niet gaat worden. Even het andere spotje erbij pakken, want deze zit al in elkaar. Nou, ik heb toch besloten om het met de 7,6 te gaan doen. Want ik heb eigenlijk 7,8 nodig. Maar het enige wat er dan niet helemaal lekker doorheen zou gaan, zijn deze veertjes. Deze. Maar het is gips, dus ik frik me dan liever een beetje doorheen. Dat hij goed strak zit, dan dat ik een grotere maat neem. En dan komt hij echt bij die buitenste ring. En dan heb je toch een grotere marge dat er iets fout gaat. En dat wil ik toch niet. Dus dan hebben we de schroefmachine. Die halen we eruit. En dan doen we... Even kijken, want het is ook eventjes nieuw. Voor mij. Deze erin. En dan, oh. Ja. Andersom. Handig. Nou, dan draai je dus deze eraf. En dit gaat in. Zo dus. Super handig. Je gaat er gewoon achter. Nog een onderdeel bij. Misschien handig als ik dat eerst bekijk. Nou, dat dus. Ja, de bout moest andersom. Kijk. Scheelt toch weer een hele hoop. Zo, de gaatjes zijn gemaakt. Even als tip voor iedereen die dit nog moet doen. Het is wel verstandiger als je eerst de gaatjes maakt en dan bangt. Even een tip. Ik kom daar zelf vaak pas achter als je het doet. En René die gaat het editen en die denkt, ik heb het gezegd. En dat klopt, maar ik had hem nog niet binnen en ik wilde gisteren door. En ja, dat dus. My brain works in mysterious ways. Maar daar ga ik inderdaad eerst de gaatjes maken en dan behangen. De gaatjes zitten er. Nou, dan gaan we eventjes de aansluiting fixen. En dan zouden ze er zo in moeten kunnen. Ik heb de spotjes aangesloten. Ik heb wel even stroom eraf gehaald. Die ga ik nu weer opzetten. Dus dat is altijd toch wel weer een spannend momentje. Ik weet over het algemeen wel wat ik doe. Maar ja, soms ook niet. Staat aan. Er gebeurt niks geks. En ik zie wat knipperen. Hoppakee. Nou, dat wil toch zeggen dat hij het doet. Even linken met het Kalix appie. En dan kunnen ze in het plafond. En zoals die grijze uit die E-team altijd zegt. I love it when a plan comes together. Zo, René is gewoon weer tot 5 uur aan het werk. Het is bijna alsof hij vergeten bent dat ze gewoon fulltime gewerkt heeft. Ik
Ik vind het super knap. Ze is bijna helemaal gereïntegreerd. Het gaat hartstikke goed. Het gaat de goede kant op. Collegaatjes zie ik vandaar dat ze nu hele dagen draait. Ik ben een beetje aan het rommelen geweest. De spotjes die doen het nog steeds. Ik heb er eventjes wat... Het ziet er niet echt niet helemaal uit. Het is gelijk een beetje druk. Maar ik denk, maak het gelijk even een beetje sfeertje. Ik zet even de deur zo meteen open. Want ik ben ook aan het koken. Heerlijk verse aubergine van de grill. Paprikaatje. Zo meteen in een bakje een beetje knoflook erbij. En wat oregano. Of oregano. As you wish will. Ik heb hier onze centerpiece neergezet. De grote leeuw. En dan daar op het hoekje wat plantjes en een beetje gewoon de kleinere decoratieve snuisterijen. Er is een opsmuk. Ik zag nog een ander woord. Kan er niet opkomen. Ik heb die houten plaat daar in het midden gezet. De keukenmachine ben ik nog niet meer over uit. Aan de ene kant is ten eerste ook super zwaar, dus hij kan niet heel hoog. Aan de ene kant vind ik hem mooi staan. Aan de andere kant, de stekker zit niet in het stopcontact. Hij staat gewoon los. Ja, ik ben er niet meer over uit. Ik ga hem even wegzetten, even kijken hoe dat valt. Het is bijna 5 uur en ik zal Jesse gaan ophalen. Zo meteen thuiskomen. En hopelijk vindt ze het een leuke verrassing. Deze combinatie maak ik echt super vaak. Gewoon een gegrilde groente. Welke maakt er eigenlijk niet veel uit? Je kan pompoen, aubergine, paprika. Dan kan je allemaal super goed grillen. Gewoon een rauwe knoflook. Lekker wat olijfolie, ik moet alle doppen afhalen. Oregano. En lekker een beetje zout. Doe dit vooral als het nog lekker warm is en net van de grill komt. Trekt het er allemaal lekker goed in. En heb je een heerlijk tussendoortje voor bij je avondeten, voor op je broodje. Kan allemaal. Ik vind het echt super lekker. Deze is gewoon zo erop. Ik vind het lekker de tijd. Maar echt wel goed donker. Lekker blijven draaien totdat het helemaal goed is. Die paprika lekker grillen totdat hij goed zacht wordt. Dat kun je hem zo afhalen. Je ziet dat hij aan alle kanten lekker gegrild is. Druk je hem als het ware een beetje kapot. Dan stoomt hij goed door. Wordt hij lekker rauw. Er komt meer vocht eruit. Blijft ook langer goed in de olie. Geduld is een schone zaak. Thuis! Hey, boef! Jesse ziet het al. René ook. Oh, is hij dicht? Hé. Sorry, ik dacht dat hij open was. Nee, geef het niet zo hard. Hé! Hey. Daar zitten lampjes in. Aanmaken. Nee. Ja, dan maakt het wel gelijk. Ik heb geen pasta. Op, ja, toch? Mooi. Ja, ik heb zomaar wat erin gezet. Ja, leuk. Ja, kijk hè? Ja. Ja, en zoals je ziet heb ik hier ook wat opgeruimd. Ja, ik weet alleen even niet wat. Serieus? Nou, het is gigantisch. De leeuwenkop. Ja, en de keukenmachine. En de keukenmachine. Ja, en die plank naar het midden en even wat. Hij staat in de kast. Oh, oké. Ik moet gewoon illegaal wat naar huis. Ja, het scheelt wel een hoop, hè? Ja. Die weg is. Ik had gelijk zoiets van. Ik vind het ook een stuk meer feng shui. Ja.
Ja. Yin Yang. Ik denk wel dat als die hier staat... Leg hem in de gang, Jess. Als het hier staat, is het wel leuk. Ja, op een zuil of zo, hè? Op een zuil, ja. Maar nu was het inderdaad alles zo... Ja. In de gang, Jess. Ik vind wel dat als je dan weer kijkt naar onze ananas... En die? Ja, daar moeten we het even niet over hebben. Ik denk, het is maar weer bewezen dat we die nepbloemen nodig hebben. Ja, ik had gekeken, die ananas die heeft 1 keer in de week nodig en niet 1 keer in de maand. Oké. Okay. En die, ja, ik denk dat die gewoon stress heeft gehad van het overpotten, zeg maar. Jesse, jas, gang, nu. 1, 2. Laat me niet tot 3 komen. 2,5. Opschieten! Bijna! Oh, net op tijd, zeg. Een hele goede morgen. Het is lekker vroeg, zaterdag. En we zijn ons aan het klaarmaken voor het ijsbad. Bij Supermensen. En we zijn een beetje... Huh? We zijn echt een mega vervelende nacht achter de rug. Maar veel wakker geweest, maar echt. René die in 1 keer wakker schrikt, die loopt te slaan op de kussen. Er loopt een of andere dikke tor over de kussen. En slaan, jongen, en slaan. Maar ja, slaan op een kussen is natuurlijk slaan alsof je... Hij ging maar niet dood. Dus toen ging ze rechtop zitten kijken naar de kussen. Ik zeg, misschien moet je even het licht aan doen en een pipietje pakken. Dus toen hebben we hem gekild. Maar in eerste instantie rook gewoon mijn kussen echt heel erg penetrerend. Ja, je had het niet zo... Alsof daar... Ja, dat spul, we dat met die stokjes. Gewoon die parfum, hoe noem je dat? Rituals. Huisparfum. Ja, zeg maar die huisparfum, alsof dat over mijn kussen was gevallen of zo. En helemaal penetrerend was geworden. Dus ik werd helemaal niet goed van die geur. Ja, en mijn neus is niet zo denderend wat dat betreft. Ja, dat vind ik echt zo bizar. Dat je dat gewoon... Ja. Ja. Ja, dus dat. Ik heb een mega craving gehad vannacht. Ja, heb je wat gedaan? Ja, ik heb een beetje chippies op. Toch? Toch, ja, om 3 uur. Ik was zo blij dat je het niet had gedaan. Je just kent... Ja, je moet het gewoon niet hebben in huis of zo. Ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Maar wel... Bijna 4 kilo afgevallen. Dat dan weer wel. In totaal. 2, 3, 4, 5. Ja, 4,5. Dus ja. Maar ja, het is ook niet dat ik dat soort dingen niet meer wil eten, omdat ik alleen maar wil afvallen. Ik vind het ook gewoon niet gezond. En voor mijn huid. En ik merk altijd wel dat ik daar... Wat meer puistjes van krijgen op mijn rug en zo. Dus dat is, ja. Ja, jij hebt het ook heel erg. Ja, hè? Daarom wil ik dat gewoon niet. Ja, ik vind het wel verbazingwekkend dat ik eigenlijk bijna nooit wat op mijn gezicht heb. Nee. Ik heb altijd een vrij... Ja, jij ziet er prachtig uit. Met je gladje huidje. Heel af en toe komt er een paarje tevoorschijn. Nou, we moeten meenemen handdoekje. En zwemkleding. En dat René het liefst bikini, want we moeten onszelf door middel van lichaamswarmte en ademhaling weer warm en droog zien te krijgen. Slippers en handdoek. Hoe lang moeten we in het bad zitten eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik laat het me allemaal vertellen zo meteen. Ik laat het ons allemaal vertellen zo meteen. Ze gaan Jessie klaarmaken, die gaat even naar oma. En dan gaan wij door. Het is in Rijswijk, dus lekker dichtbij. En dan vanavond verjaardag bij Marius. Dus eerst even een bakje koffie, want dat mocht wel. Niet eten en drinken. En dan gaan we rijden. Nou, daar zitten we dan in onze winterjas. Terwijl we dadelijk... In het bad met ijsblokjes gaan stappen. Ja, maar het is heel warm. Koud is een emotie. En dat kun je uitschakelen. Oh my god.
gaan van tevoren gaan we ademhalingsoefeningen doen. Mm-hmm. Als het goed is. En ja, je moet toch een soort van meditatieachtig gericht, denk ik. En dan stap je daarin. En daar voel je gewoon helemaal niks van. Ja, goed verhaal. Oh, maar ik ben gewoon een beetje bang dat mijn lichaam in een soort van shock raakt. Of daarna. Dat heb ik dus nu soms al met kou. En dat dan heel mijn lichaam gaat shaken. Dat ik gewoon mijn spieren voel shaken. En dat ik het niet onder controle krijg. En daar heb ik een beetje een traumaatje aan. Dus daar ben ik een beetje bang voor eigenlijk. Ja. Maar ja, goed. Ik hoop... Ik denk dat het toen ook vooral paniek was. Ja, toen was het paniek. Maar ja, het is wel een beetje dezelfde... Hetzelfde gevoel, zeg maar. Van mijn lichaam dan. Ja. Want toen dacht ik ook, niet. Ik moet onder de dekens, ik moet warm worden, ik moet warm worden. Ja. Maar goed, we gaan het gewoon doen, want het schijnt echt super goed voor je te zijn. Zij mag het dadelijk nog een keer even uitleggen. Ja, het schijnt heel veel gezondheidsvoordelen te hebben. En toet bekend Nederland doet er volgens mij zo wat aan mee. Ja. Ik zie altijd, Arie Boomsma. Charlie Luske. Charlie Luske. Die Marcel Veenendaal van Direct. Die gaat elke dag skinny dippen in de zee. In de zee, ja. En zo zijn er vast. Er zijn nog veel meer, ja. Nou, we gaan gewoon even kijken. Let's go! Luister gewoon naar wat ik zeg. We gaan een aantal ademhalingsoefeningen doen. Of eigenlijk is het dezelfde oefening die we een aantal keer gaan herhalen. Ik ga straks vertellen hoe je moet inademen, hoe je moet uitademen, wat je moet doen. Aan het einde van de rit stop je met ademen. En dan is de bedoeling dat je je adem uithoudt. Heel vaak als mensen denken, ik ga stoppen met ademen, houden ze de adem in en doen het. Maar doe maar niet. Je doet hem uitblazen en dan stop je met ademen. Dus ik zal zeggen, de volgende keer is de laatste keer. Adem in, adem uit, stop. Oké. Ja? Is dat duidelijk? Ja. Oké. Goed. Hoe je ademt, dat moet je zelf weten. Of je dat door je neus, door je mond, in door je neus, uit door je mond. Daar mag je gewoon mee wisselen. Dat kun je gewoon zelf uitproberen. Het maakt niet uit wat voor jou het prettigst is. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Oké, gaan we beginnen. Adem heel diep in. En uit. En als je inademt, stel je je voor hoe je de lucht via je neus of je mond naar je longen, naar je buik laat gaan. En weer terug. Dus dan ga je van je buik naar je longen, naar je neus of je mond. Dus adem maar in. Ja. Naar je longen, naar je buik. En weer terug van je buik. Naar je longen en eruit. Adem in door je hoofd. Naar je longen. Naar je buik. En weer terug. En uit. En dan stop je nu met ademen. Merk maar wat dit doet met je lichaam. Hoe je je voelt. Welke sensaties er zijn in je lichaam. In je hoofd, in je handen, in je tenen, of waar dan ook. Alles wat je voelt is goed. Knap hoor, zeg. 2:43,5. Wat, die uitademing? Ja. Bijna 3 minuten? Ja. Ik zat op 30 seconden of zo. Nee, jij zat op 1:30. Serieus? Ja. Oh. Hoe voel je je? Ik? Ja? Ja, op zich wel goed. Ik merkte wel van, ik heb altijd moeite met het visualiseren, zeg maar. Normaal ben ik altijd heel visueel ingesteld, maar met dat voelen in mijn lichaam, dat heb ik niet zo. Nee. En ook dat je zei van, concentreer je op je hartslag. En toen dacht ik voel hem niet eens. Nee. Ik alleen de laatste keer. Ja, gek is dat. Ik voel nu mijn hartslag helemaal niet. Oké, goed. Nee. Dan adem je zo meteen in door je neus. En dan adem je uit door een getuite mond.
heel langzaam blazen. En terwijl je dat doet, stel je je voor dat er een vuur in je buik zit. En als je dat niet prettig vindt, dan stel je voor dat het vuur voor je zit. En met je adem wakker je het vuur aan en blaas je wat groter. Ja? Dan gaan we 10 keer doen. Wat je doet, je stapt erin, ja, in 1 keer. En dan ga je ook in 1 keer zitten. En niet twijfelen, niet treuzen, niet blubbelen. Erin en zitten. Je ademt in, je gaat erin en dan adem je uit. Dus dat moet je een klein beetje zeggen. Ik adem nu in en dan ga ik in en adem ik uit. Adem je uit. Mm-hmm. En vanzelf je rust vinden. Oké. Okay. Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Concentreer je op ademhaling. Heel goed. Vind je rust. Een van je handen legt die op je schouder, of allebei, heel goed. En kom er maar uit. De 2 minuten zijn voorbij. Zo. Ja, wat heb je ook goed gedaan? En dan even een kopje op je borst. Oh. Kan ik hier opstaan? Ja. Oké, dan kom je hierheen. Dan zak je door je benen. Dan doe je je armen zo. Hoe? Voel je je? Ja, nu wel goed. Het is wel echt, als je er, ja, het is echt wel een beetje eng als je erin stapt. Dat je denkt, je hebt oncontroleerbaar. Ja, ja. En dan het toch terug proberen te pakken. En dan als je dan eenmaal in die, ik moet dan echt even voor mezelf hard ademhalen, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik me daar op kan focussen, psychisch gezien, zeg maar. En dan gaat het wel. Ja. Ja. Maar toen je dat had losgelaten, die paniekdinges en zo, toen zat je er gewoon ontspannen bij. Toen ging het gewoon goed, toch? Ja, ja. Ja, toen moest ik even op mijn handen. Ja. Dat was weer even een momentje. Maar over het algemeen, ja. Ik heb ook nu niet... Je voelt dat je koud bent. Je voeten voelen ook koud, maar je voelt je niet echt koud of zo. Ja. Apart, omdat het er net kouder was, denk ik. Ja, oké. Okay. Heel goed. Ik vond het heel knap, hoor. Zo, ik was echt wel, ik denk, oh my god, ik ga eruit, ik ga eruit. Dat is echt zo'n moment dat je denkt, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Ah, okay. Ja, ik durf niet meer, hoor. Ja, daarom wilde ik als eerste, want dan heb je weer een ander psychisch iets, dat je denkt, dat gaat niet meer. Ik vond het heel knap van je. Kom, we okay. kunnen gaan. Ja, nee, jij gaat ook gewoon. Ik ga ook voor jou. Stopwoord weer aanzetten. Klaarzetten. Oké, okay. Sergio, voor jou geldt hetzelfde. Bij op een inademing stap je erin en terwijl je uitademt ga je zitten. En dan vind je je ademhaling en als je wil kan je direct je handen op je schoot leggen, je benen vooruit. En daar zit je, kunt ook als je wil eerst voelen waar het dingetje is waar je op kunt zitten. Daar zit een... Oh ja. Ja, daar kun je op gaan staan en daar kun je op zitten. Ja, ik had ook zoiets, ik had niet als eerste moeten voelen, want dan... Laat het maar op je afkomen. Zonder al die lelijke woorden. Ja. Moeten we zo veel censureren, hè? Holy moly. Je kan het. Kom op. Op een uitademing erin, hè? Ja. Je ademt nu in.
En als je dan uit, of als je erin gaat, adem je uit, ga je zitten. Als je wil, mag je eruit. Goed door blijven ademen. Zo, je bent helemaal rood. Had ik dat ook? Ja. Zo, doe je knieën. En hoe? Ik wilde er wel uit. Ja, je had wel de hele tijd in je hoofd, ik wil eruit. Okay. Maar je bent wel blijven zitten, dat is ja. Goed. Ja. Toen iets minder warm dan ik dacht. Dus moet je ietsje wijder gaan staan met je benen. En iets meer zakken. Ja. Ah. Een tinteling overal. Ik ben veel meer uit zeker dan jij. Nu, ja. Ja. Ja, maar ik had wel het idee dat ik meer in paniek was in het begin dan jij. Als je nog zo shake, moet je nog heel even doorgaan. Maar gewoon zo staan. I feel A. Oké. We zijn inmiddels lekker aangekleed, afgedroogd en wel. Ja. Nou, die zware ben je een beetje die bijgekomen? Gewacht, die zijn we wel vergeten. Ja, hè? Ja. Ja, ik voel me wel goed. Ja, ik voel ook wel dat het koud is, maar het is niet dat ik nu de hele tijd... Je bent zo geneigd om heel snel in elkaar te krampen en zo. En dat, ja, dat heb ik nu niet. Jij? Ik neig nog wel te zeggen dat ik hier en daar wat koude rillingen heb. Maar ik weet niet of het koud is of adrenaline. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ik voel me wel heel erg energized inderdaad. En in combinatie met de stemoefeningen vond ik het wel een erg plezante ervaring. De stemoefeningen? De ademhalingsoefeningen, ja, ademhalingsoefeningen. Ja. Ja, zeker. Ik vond het ook zo leuk dat met die oefeningen daarna, hoera, dat ik denk, normaal als ik zo ga staan door mijn knieën, dat hou ik nog geen 10 seconden vol. En dan denk ik, oh, kramp, pijn. Ja. En nu had ik dat helemaal niet. Nee. Ja, dat vond ik echt heel apart. Ja. Nou, lekker eten. Ja, we gaan even een koolsbuikje vullen. Ja. Goed, Willem, zou je even vertellen wat je ervan vond? Ik vond het heel spannend om te moeten doen. Mm-hmm. Of nou, niet te moeten doen, ik wilde het graag. Maar dat je jezelf echt over die grens heen moet zetten om het te gaan doen. Ja, we zijn maar gelijk doorgereden naar de Bauhaus. Even plankjes op maat zagen voor in de voorraadkast. Welkom bij een nieuwe video. Nou, het is geen nieuwe video, maar wel een nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. We gaan gezellig naar Tilburg. Ja. Gaan we naar een speeltuin en naar opa Gino. Ja, en gaan we zo naar poep.
Oké. Maar eerst gaan we nog eventjes ergens langs. En dat is een cadeautje voor mama. Maar dat weet mama nog niet. Dat is leuk, hè? René die heeft een bepaalde vaas die ze heeft uitgekozen. En nu heb ik die gevonden. Ik heb alleen een paar keer gemaild met het bedrijf voor de afmetingen. En die kreeg ik niet helemaal duidelijk door. Maar het is wel de vaas die we zoeken. Dus als het de juiste afmeting is, dan neem hem gelijk mee. Even aankleden en zo. Het was gisteren ook laat. Het is een druk weekend. Dus even rustig aan opstarten. Laten we gaan. Wervelstroompje is klaar. Haal wat je schoentjes aan, liefie. Ik zet even het stoeltje erin. En het is pas 10 uur, dus we hebben de tijd. En je wilde daar toch om 11 uur zijn? Nee, we hebben om 1 uur afgesproken. We gaan alleen nog ergens even langs. Oké, dan gaan we langs. Dat is een verrassing. Oh. Ben ik er goed op gekleed? Ja. Moet ik wat anders aan? Nee, je kan dit. Je kan dit gewoon aanhouden. Oh. Oké. Dus, nou rustig aan, we zijn op tijd. Even... Nou, we nemen even een gemberteetje op om alles alvast even in werking te zetten. Alles wat we gisteren aan hebben gegeten. Om, misschien moeten we hetzelfde sportprogramma aanhouden als wat Jessie doet. Ja, precies. Ja, we maken lekker theetje voor onderweg. Ja. En dan can we go. Hey Jess, ja. We zijn er. We zijn er. We hebben hier een verrassing voor mama. Ga even kijken. Maar is dat hier dan Jim? Jouw vriend? Mitch? Ja. Nee, die zien we zo meteen. Maar even hier en dan gaan we door. Dit duurt niet heel lang. Ja, we zijn er. De toko is open, daar ben ik al lang blij om. En, Jim. Dat is, waarom kom je ineens bij Jim? Ik weet het niet, maar... Mitch. Mitch. Hoe ver is Mitch? Kwartiertje rijden. Of poep. Of poep. Of poep rijden. Dat is ook een afstand tegenwoordig. Ja. ja, we gaan gewoon even kijken. Okay. Ik weet niet of ze de goede hebben, namelijk. Ik heb contact met ze gehad. Okay. Om te vragen voor een afmeting. En toen schreven ze 91. Dat zei ik maar hoogte, diameter. En, ja, 91. Oké. Okay. Dus ik kreeg niet echt hoogte van via de mail. Dus we gaan even kijken of ze de juiste hebben. En anders misschien zie je iets anders leuks. Oké. Okay. Let's go. Lekker vaag. Nee, dankjewel schat. Nee schat, dankjewel. Mama was hier om de hoek en volgens mij was mama blij. Ja. Ja. Ja, dat is hem eigenlijk. Maar dat is niet het kaliber die ik had opgevraagd. Dus dat zal niet de prijs zijn die ik in mijn hoofd heb. Dus dan gaan we eventjes informeren. Oké. Jongens. Oh. Hoe mooi is die Jessie Silver? Leuk! Mooi hè? Ga jij erop passen in de achterbak? Ja. Ik ben zo happy, want daar loop ik al de hele tijd naar te kijken, Poppie. Ja, dankjewel. Oh, en er komt zo'n mooie boom in als het goed is. Die heb ik ook nog niet gezien. Maar als het goed is, komt er een grote boom in. Die ook een beetje over het plafond gaat lopen. Ja. Dus dat wordt echt wel weer een eyecatcher. Oh, staat er ook bij. Wat hè? Dat die van Erik Kuster style is. Ja. Ja. Echt nou. Blij mee. Yay. Hij kan eerst al even shinen gewoon. Ja. Papa. Ja, want we zijn helemaal voor naar Brabant gereden. Ja, naar Breda. Naar Breda. En we zijn super lief geholpen door Fatima. Van ja. Lamp en meer.
www.gmail.nl. Ja. Het is geen samenwerking of zo, maar ja, ze was zo aardig en ja, ze zijn heel blij mee. Heel fijn geholpen. Dat we hem hebben kunnen vinden. Onwijs goed geslaagd. Yeah. Jessie, waar zijn we dan? Huh? Waar zijn we? Huh? Papa, vertel het eens, waar zijn we? We zijn in Oostenrijk bij Gerrit Hoeven. In Oostenrijk. Dat is een speelboerderij. Speelboerderij. Leuk. Ik ben al toe aan een lekker latte macchiatio. Zo, zeker te weten. Latte macchiatio. Hey, Jessie. Even moois opmaken. Wow. Zo, we zijn lekker uitgespeeld en we zijn bij Casa Politi. En Jessie is helemaal oud. Ja. Toch handiger, hè, met deze stoel. Ja, die haren ook van me. Heb je die broek gezien? Heb je een nieuwe broek aan? Kom je hoofdje ook mee? Ja, eet er een. Buonasera. Buonasera, ciao, ciao. Met je slaaphoofdje. Hm? Wil je mij helpen? Ja? Nee? Geld. Wat? Nou, een lekkere maaltijd hoort natuurlijk. Wat is dit, Jess? Nou, opa heeft deze gekregen. Een kerstbrood. Kerstbrood. Wat is er al lang geen kerst meer? Nee, maar nou heeft hij een kerstbrood. Ja, dus kom hier. Dan gaan we samen snijden. Kom. Ja, maar ik wil het al. Oh ja, je hebt al gesneden. Ja, je hebt al op. Je hebt al van geproefd. En dat was niet de bedoeling, hè? Kijk eens. Kijk eens. Deze zijn ook voor ons en eentje voor pap, opa. Ja. Ook voor ons en eentje voor opa. Nee. Hoppakee, er is er één. Deze is voor ons. Van wie is dit? Van mama? Ja. Ja. Breng je naar mama? Wil je naar mama brengen? Een kerstbrood, jongens. Panettone, hè? Oh, het is de meesten kennen het volgens mij tegenwoordig wel. Is dit voor mij? Ja. En dan gaan we eentje voor opa maken en eentje voor... Zoet brood met... Is deze met of zonder konfijtenvruchten? Oh. Ja, maar eentje voor oma. Voor mama. Hé, hier is snel jij. Wat is de kerstbrood? Verstand. Dankjewel. Alsjeblieft, lekker. Oma. Kom hier. Nee, laat die maar staan. Jetsy, hier, kom. Kan we verder of niet? Van papa. Zo, je doet net alsof hij geen concentratievermogen heeft. Nee, het is van zijn vader, hoor. Dit is voor papa. Je weet het, hè. Dit is voor papa. Nou, zijn we klaar. Lekker kerstbrood. En dan zijn we klaar. Maar ik heb nog niet. Maar dat was niet voor jou. Nee, ook voor mij. Oh, ook voor jou? Anders, want ik heb ook honger. Ja, dan had je beter moeten eten. Heb je honger? Ja. Een mooie liedje. Komt de vaas. Hij is echt huge, hè? Hij is best groot, ja. Coming through. Coming through. Hij is echt groot, hè? Oké. Zo, echt.
Echt kikken. Hij is vet, hè? Hij is heel vet. Zo, ga er eens naast staan. Het is gewoon tot je, boven je heup. Nee, ja. Ja, je ziet het niet met je trui, ja. Zo. Ja, hij is kikken. Ik krijg het ervan op mijn heupen. Ja, hij is echt gaaf. Ja, dan kan ik in ieder geval vast vragen wat erin moet. Misschien dat ik er gewoon... Een soort van piepschuim misschien? Nee, een steen, hè? Hij moet zwaar. Oh, hij moet zwaar worden. Hij moet zwaar zijn natuurlijk. Dan kan mooi die stenen erin. Ja. Cool! Ja, hij is echt gaaf, hè? Ja, echt heel blij mee. Zo, en we ontdekken ook ineens even al flinke scheuren, zeg maar, in de... Is het donker? Speel. Hij heeft er moeite mee. In de kit. Ik kan nu heel duidelijk zien dat het huis is gaan werken. En dat er wat plintjes los zijn gekomen van de kit. Oh, hier ook, ja. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, bij een nieuw huis. Voor kwestie van melden. Goedemorgen, Jessie Silver. Hoe vind je onze plantenbak? Oh, kijk hem nou. Ik denk, ik laat hem nog een keer zien, want het is nu overdag. Echt mooi! Echt mooi is die, hè? Ja, maar het is wel een beetje gek dat hij een beetje bruin is. Hoezo vind je dat gek? Een beetje gek dat hij een beetje bruin is, hè? Hij is een beetje bronsroze, is die. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi wel. Ja, hè? Ja. En daar komt dan een hele mooie boom in, komt daar binnenkort. Waar is die dan? Ja, die moet nog gemaakt worden. Nou, vandaag ga ik proberen de planken voor in de kast te verven. Ik ben heel benieuwd of dat lukt en wat het eindresultaat gaat zijn. Maar jullie gaan dat pas zien in de volgende video. Want ik ga hem hier afsluiten. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte blijft als er een nieuwe video online komt. En we lezen natuurlijk weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao.